Niet alleen de supporters zijn al weken druk in de weer voor Stichting Red NAC. Ook de spelers doen zo af en toe een duit in het zakje. Afgelopen vrijdag stond er voor de gehele NAC-selectie een creatieve middag op het programma. De trainers en spelers gingen schilderen. Alle spelers maakten een individueel schilderij en samen werkten ze aan een groot doek. De kunstwerken zullen op 13 mei tijdens een speciale businessclubavond geveild worden. Alle opbrengsten zijn uiteraard voor Red NAC. Donnie, als ik even jou nog wat vragen, dit wordt de meeste werk, of niet? Ja, dat denk ik wel. Dit gaat zeker wat opleveren, denk ik, toch? Wat vinden jullie ervan, hier zo'n schilder met de hele selectie? Ja, het is wel leuk, toch? En het is eigenlijk de bedoeling dat er nog dat er veel geld in omgaat, eigenlijk. Dus het is voor een goed doel en we maken er het beste van. Nee, ik zou je eerlijk zeggen, ik heb het wel eens vaker gedaan. Vitesse moest het ook wel eens doen. Wel, dan mocht je heel je eigen creatie maken met de club. En dit is meer een beetje richting je eigen sterrenbeeld en zo. Dus dat is wel leuk. Is een creatieve voetballer ook creatief op het doek? Ja, ik heb het maar besloten om vandaag gewoon simpel te houden. Heel eerlijk gezegd. Kijk, als je een moment dat jij heel veel stress hebt, jij kan jouw stress gewoon bij het schilderij gooien. Jouw gevoel, dat moet je hebben. Dat is heel belangrijk. Nog 2 weken en dan nog gewoon gevoel gooien. Dus praat schilderij dat iedereen zit te maken. En dit brengt het meeste geld op voor de Stichting Red NAC? Ik kijk puur niet over geld, ik kijk puur gewoon mijn gevoel. Ik gooi gewoon mijn gevoel gewoon naar mijn schilderij. Ik vind het gewoon een beetje een nieuwe Picasso van NAC Breda. Maar ja, zullen we wel zien. Maar er zitten wel talentjes bij. Sommigen die maken er ook een beetje een zootje van. Maar oké, het is hun schilderij en voor hun moet het geveld worden. Dus eigen impressie. Ja. Abstracte kunst noemen we dat, denk ik. Ja, ongeveer. Onder noemen van, ja. Hoe is dat om NAC te helpen, ook met de Stichting Red NAC? Nee, hartstikke gaaf. Zeker, we staan er helemaal achter. We zijn zelf ook, maken zelf ook nog een paar werken voor NAC die waarschijnlijk geveld worden. Dus nee, we doen hartstikke hard mee. Als ik heel eerlijk mag zijn, eigenlijk is het best wel triest dat we hier moeten schilderen om NAC te redden. Want ik vind dat een club als NAC hoort niet in deze situatie te komen, in deze instantie. Maar nou die situatie zo is, vind ik het helemaal niet erg en, om een steentje bij te dragen. En hier eigenlijk op je vrije middag een beetje te schilderen om nog wat geld op te leveren voor de club. Om even als veilingmeester op te treden, hoeveel moet dit opbrengen? Ik heb geen flauw idee. Ik heb vroeger voor tekenen wel leuk. Vandaar dat ik wel een beetje uit de voeten kan. Maar wat op moet leveren, ja, zoveel mogelijk hoop ik. Om NAC te redden eigenlijk. Dus we zullen het zien.